Hey, ik ben Boy van Corpus en vandaag gaan we het hebben over bruin vet. Bij bruin vet denk je misschien aan een lekkere dikke kroket of een stuk chocola. Maar bruin vet, of beter gezegd bruin vetweefsel, is gewoon ook een orgaan in je lichaam. Maar waar zit dat dan eigenlijk? Waar bruin vetweefsel zich in het lichaam bevindt, is afhankelijk van de leeftijd. Kijk, bij baby's zit het bruin vetweefsel vooral tussen de schouderbladen. Maar zodra je ouder wordt, als kind of volwassene, zit het bruine vet vooral boven de sleutelbeenderen. En dan vraag je je vast af wat bruin vetweefsel doet. Nou, bruin vetweefsel houdt je warm op het moment dat je het koud krijgt. En zo blijft je lichaamstemperatuur altijd op 37 graden. Oké, dus bruin vet houdt je warm, maar waarom is het dan eigenlijk bruin? Nou, dat komt omdat bruin vet heel veel mitochondriën bevat. Dat zijn de energiefabriekjes van bruine vetcellen die ervoor zorgen dat veel warmte wordt aangemaakt. Die mitochondriën zijn bruin, dus die geven ook het weefsel zijn bruine kleur. Dus, bruine kleur is veel mitochondriën. Maar ik heb gehoord dat er ook wit vetweefsel bestaat. Wat is dan het verschil tussen bruin en wit vetweefsel? Ja, er bestaat inderdaad ook wit vetweefsel. En dat bevindt zich onder de huid, rondom de heupen en rondom de buik. En de functie is niet om warmte te maken, maar om aan het teveel aan calorieën uit het voedsel op te slaan tot vet. Daar zijn geen energiefabriekjes voor nodig, dus dat is wit. Bruin vet is voor warmte en wit is voor reservevoedsel. Check! Meer weten? Kijk dan de andere Corpus Kids Academy video's. Tot snel!